Dit zijn vier mannenstemmen die het lied van het Rosberg zingen. Vier beroepszangers. Zover. Daar is Bart. Daar komt het Rosbeierharmonie. Die stellen zich op. En nu kan er nog maar één zaak meer gebeuren. Ik hou mijn adem in. Kijk, Bart staat. Bart staat. Vierde broer speelde man. Dat is ons paard. Zo is het maar in. En nu zal in één beweging het grote finale vuurgevecht plaatsgrijpen. Statig, statig gaat dat paard. Met de vier heemskinderen, Ritsaard, Fritsaard, Adelaard en Reinoud. Met de kleuren van Dendermonde. Ja, de gebroeders van de man doet dat goed. Met de nar, met de vedelaar en de pijnders die het ros laten salueren voor het publiek. En voor iedere rechte aarde Dendermondenaar en ook voor degenen voor wie het nu spijtig zijn dat ze het niet zijn. Nu zijn alle mensen van Dendermonde één. Maar het ros wijkt niet. Het doet nu echt zijn ronde in Dendermonde. Het is een hele kunst, hè, om het paard te doen groeten en te stijgen. Vraagt vanwege de pijn dus enorm veel werk, enorm veel oefening. En na al een inspannende tocht door Dendermonde, want dit is niet zomaar één rondgang, hè, dit vuurgevecht. Nee, dat is ongeveer 5 kilometer hebben die mensen dat gedaan. En een krachttoer, want ze zetten hun paard dus niet neer. Hè. Deinst achteruit. Dat moet nu voor die kinderen toch ook wel een ongelooflijke gebeurtenis zijn voor de rest van hun leven. Ongelooflijk, hè.
Men zegt dat een Aalstenaar de paardenkop gemaakt heeft. Lieve van der Velde, ik kan het niet geloven. Het is een prachtige kop. Het is ook niet echt duidelijk door de geschiedenis wie het gemaakt heeft. Weet het niet, hè? Maar wat een bewondering kunnen wij opbrengen voor die kerels daarom. Die daaronder zitten, want die anoniem daar, blijven. Dat weegt 1000 kilo, hè? Alles die, erop en eraan. Dat weegt 1000 kilo bij alles wat erop en eraan is. En die pijnders verdienen werkelijk. Ik weet niet hoe ze allemaal eten. Maar Kallewart, de Bruin, de Haak, de Jonge, de Nijs, de Smet, de Wolf enzovoort, Lensens enzovoort. Formidabel. En je ziet, het paard heeft geen vriendjes. Het paard salueert naar alle hoeken. Het paard is van iedereen van Dendermonde. Het paard is de broederschap. En een symbool van de stad en de gemeenschap die hier leeft. Ja. Men mogen ook niet vergeten dat men nu al jaren bezig is met de voorbereiding en toen het bericht bekend was dat in 1990 op deze dag, 27 mei, het Rosbeijaard weer zijn ronde zouden, onmiddellijk een euforie van start ging in Dendermonde en onmiddellijk iedereen weer begon te werken aan deze vertoning waarvan we zonder te overdrijven toch wel mogen zeggen dat ze zeer geslaagd is. Ja, ze halen allen eer van hun werk. Ik geloof dat hier alle kritiek onmogelijk is en geen zin heeft. Prachtig kleed van het paard. Het is een statig paard, een waardig paard. Het is een Dendermonds paard. En het breekt uit. Het laat zich niet vangen, Louis. Nee, het laat zich rond mij laat zich niet vangen. Ziezo, daar stapt het weer de legende.